Leuk te zijn bij een nieuwe video van Team of the Week 14 Upgrades. Ik zeg het squad voor guaranteed 81 plus Team of the Week player, untradable. Wat hier bedoeld is, Team Operating 83 en Chemistry 30, een 11 in squad natuurlijk. We hebben hem al goed voorbereid, alleen we moeten deze en deze gebruiken. Als het goed is dat, ja. Dus dit is de manier. 1,85, 1,84, 2,83 en de rest 82. Dan lukt het. Kanees is op doel. Silva rechtsback. Medel en Jimenez als centerback. Allemaal een untradable. Linksmid ook een untradable. Tolisso als centermid. Insonsi als centermid. Samen met Benjat. Promes rechts bij buiten. Strijker Klein en Carrasco. Links mid. Ik krijg 1 team of the week player van 81 plus. Dus 81 en hoger. Is dat klaar? We gaan nu kijken wie in team of the week zit. Op dit moment is dit Neymar, Suarez en Silva. En Moy is ook goed. En Pjanic. Alonso. Dus op de reserves, deze kunnen we niet krijgen, gelukkig maar. Maar de rest wel. Babel, Okazaki, Ulreich. Ik hoop iemand uit de basis. Als iemand uit de basis komt, ben ik tevreden. Dat is in ieder geval één. En als ik Neymar heb, of Suarez, dat wordt gek. Maar goed, ik ga er niet vanuit. Dat is in ieder geval een inform voor later. Team of the Week pick is als het laatst. Deze 81 Team of the Week pick 14. 81 hoger. Dus gaan we kijken wat we krijgen. Het is een inform, dat is sowieso. Wat een vlag. Mooi. Nice. Daar ben ik serieus tevreden mee. Echt, daar ben ik tevreden mee. Dat is echt goed. Echt. Ik heb een foto van gemaakt, dat stond op Twitter. Hij is echt goed. Ik zal kijken wat voor prijs je hebt. En dan hebben we het. Mooi. Hij is 45k waard op dit moment. Dus ik heb een investering, heeft mij, kost mij totaal, heeft me 13k gekost. Voor 13k krijg ik 45k per speler voor terug. Hij heeft echt een allround kaartje. Dus 3 dagen schieten. Dus op zich is het een heel goed kaartje. Nou, als je net zo blij bent, net als ik, maar mooi. Geef dan een video duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zal ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao.